Roda speelt vrijuit in de openingsfase en heeft in deze Bodnar een zeer gretige speler. De Hongaar schiet net voorlangs. Rechtsback, maar ook bij veel aanvallen betrokken. Nu een vrije trap van Bodnar. Die wordt overgetikt door Michael Aerts. Achter het doel van Aerts overigens een groot spandoek ter nagedachtenis aan de supporter die vorige week vrijdag overleed na de overwinning van RBC bij NAC. Ook een minuut stilte voor de wedstrijd trouwens. Maar nu wordt het luidruchtig in Roosendaal als Jesper Hakansson raakschiet op aangeven van Donny de Groot. Daar is Bodnar weer. Achterin ziet hij Cissé, maar het schot van Cissé gaat over. Zo krijgt ook Roda de nodige mogelijkheden. Is het eigenlijk wachten op de gelijkmaker. En die gelijkmaker komt hier. Cissé draait de bal in. Kone verlengt. Roda terug. Het is 1-1. In de tweede helft wordt RBC sterker onder impuls van Paul de Lange en Jesper Hakansson. Dit is een opening van de Lange op Hemmend. Maar hij slaagt er niet in om doelman Budjak te passeren. Budjak die vandaag een keer mocht spelen in plaats van Kujovic vanwege bewezen diensten dit seizoen. Hakansson, een kwartier voor tijd. Goede combinatie met Smolders. Hakansson kan doorlopen en passeert Budjak. RBC weer aan de leiding. De ploeg wil vertrouwen tanken in de aanloop naar de na-competitie. Vorige week dus de overwinning in Breda. En nu een 3-1 zegen op Rode JC. Want dit is de laatste goal gemaakt door Guit. RBC wint dus met 3-1 van Rode JC.